Laat ik beginnen om even kort wat achtergronden te schetsen bij vandaag. Enkele jaren geleden kwam het tweede vertaalpleidooi uit. Daarin werd gesteld dat we op verschillende manieren eigenlijk de vertaalsector zouden kunnen versterken. En er werden een aantal heel concrete aanbevelingen in dat vertaalpleidooi geformuleerd. Een daarvan was om in te zetten op de uitbouw van expertise bij vertaaldocenten. En anderzijds werd er aanbevolen om ook het internationale netwerk rond vertalers en tolken verder te verstevigen. En eigenlijk vertrekkend vanuit die twee aanbevelingen hebben we op een gegeven moment gezegd, laten we gaan vragen eerst hoe die expertise en die netwerken er eigenlijk uitzien bij de vertaaldocenten in de internationale Nederlandistiek. Als een soort van nulmeting. Dus we hebben een vragenlijst opgesteld gericht op de bestaande expertise binnen de verschillende opleidingen. Bedoeld ook om inzicht te krijgen in de netwerken die men al heeft. Tegelijkertijd wilden we weten welke behoeftes ervaren werden in die vertaalwereld in de internationale journalistiek. Die vragenlijst hebben we uitgezet onder 74 contactpersonen van de opleidingen waar wij al vanuit de Taalunie al contact mee hebben. Omdat we ze op verschillende manieren ondersteunen en omdat ze de zogenaamde NEM-rapportage periodiek voor ons invullen. Dus we hebben in die NEM-rapportage gekeken van op welke plaatsen wordt er aandacht besteed aan vertaalonderwijs. Nou, op sommige plekken is dat heel weinig aandacht, maar op andere plekken heel veel. Hoe dan ook, al die 74 opleidingen die hebben we aangeschreven met de vraag, wilt u deze vragenlijst invullen? We hebben een projectgroep ingesteld. Mijn collega Carlijn Waterman en ik zaten daarin. En Annemart Pilon, die hebben bereid gevonden om de uitvoering van het project op zich te nemen. Zij zal straks ook de resultaten presenteren. De projectgroep werd ook bijgestaan door een klankbordgroep. Bestaande uit verschillende mensen die eigenlijk ook bepaalde vertaalexpertises vertegenwoordigen waar we ook extra in geïnteresseerd waren. Dus Rechlindes de Ridder, die hebben we daarin opgenomen in die klankbordgroep. Zij specialiseert in audiovisueel vertalen. Franco Paris, literair vertalen. Maketa Stefkova, vanwege haar ervaring op het gebied van sociaal tolken en vertalen. En Muriel Waterlot, zij is expert op het gebied van vertaaldidactiek. De doelen van dit webinar vandaag, ik heb ze nog even op een rijtje gezet. We willen informatie delen om te beginnen. Informatie over die vertaalbevraging die is uitgevoerd. En ook informatie over wat er eigenlijk al bestaat aan voorzieningen bij de Taalunie, bij het Expertisecentrum Literair Vertalen en bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Dus er zijn sommige behoeftes geformuleerd in die vertaalbevraging en op sommige punten bestaat er eigenlijk al iets om daar aan tegemoet te komen. Dus dat willen we nog eens een keer extra voor het voetlicht brengen. Daarnaast willen we in het tweede gedeelte in de subgroepen ook nog proberen om eigenlijk ontbrekende informatie over specifieke behoeftes op te halen bij u. Dus de bevraging leverde soms wat resultaten op die toch wat algemeen nog geformuleerd zijn. En dat kan ook niet anders als je zo'n breed netwerk uitgooit, denk ik. Maar daar willen we dus nog een beetje met u op doorvragen van wat daar nou precies de behoefte is. En tegelijkertijd willen we in die subgroepen straks met u nadenken over ideeën eigenlijk voor nog ontbrekende voorzieningen. Dus we weten dan wat uw belangrijkste behoeftes zijn. We weten wat er aan bestaand aanbod is. En welke behoeftes wordt nog niet voorzien? Wat zou er eigenlijk moeten komen? Dus dat willen we graag met u bespreken. Nog even kort het programma. Welkom en inleiding, heb ik zo net verteld. Dan komen de resultaten van de vertaalbevraging. We gaan in op de voorzieningen die al bestaan, de thematische subgroepen. En tot slot komen we nog een keer plenair bij elkaar om de resultaten van de thematische subgroepen te bespreken. En dan zal ik nog het laatste meldingen maken. Misschien nog goed om op te merken hier. Gea vroeg er ook al naar zo net. Er zijn twee momenten dat er even vragen gesteld kunnen worden. Dat is ten eerste na de resultaten van de vertaalbevraging. Even kort, een minuut of vijf denk ik.
En ten tweede naar de presentatie van de voorzieningen en regelingen voor vertaaldocenten. En dan wil ik graag dat de vragen voor zowel TaalUnie ELV en INT samen komen daar. Dus we gaan niet tussen elk onderdeel stoppen voor vragen. En vragen waar we niet aan toekomen, die kunnen altijd nog in de chat gezet worden. Dan proberen we daar later in het webinar of in het slechtste geval achteraf nog op terug te komen. Dat is denk ik voor nu de inleiding. Dan zou ik graag Annemart het woord willen geven. Annemart, misschien kun jij nog heel even kort iets over jezelf zeggen ook. En dan zal ik jouw presentatie ook verder bedienen. Ja, Annemart, je microfoon staat denk ik uit. Ik zie je mond wel bewegen, maar... Oh. Ja, als het goed is hoort u mij. Hallo allemaal, ja. Mijn naam is Annemart Pilon. Ik ben zelf ook een vertaler. En ik ben door de TaalUnie gevraagd om hen te helpen met dit project. Met het opstellen van een vragenlijst. En het verwerken van de resultaten daarvan in een rapport. En ik zal u vandaag de resultaten daarvan even kort presenteren. We zullen allereerst even kijken naar de respons die wij hebben gekregen op onze vertaalbevraging. En vervolgens zullen we naar de resultaten gaan. We bekijken allereerst even het aanbod. En dat wil zeggen het aanbod aan vakken over tolken en vertalen. En de behoeftes die er zijn geformuleerd op dat vlak. In lijn daarmee kijken we naar de doorstroom van studenten naar vervolgopleidingen. En ook de uitstroom van studenten op de arbeidsmarkt. Dat op basis van een kleine veldanalyse. Vervolgens kijken we naar de didactiek en daarbij focussen we ons op de docenten en op de behoeftes die zij hebben. Vervolgens kijken we naar technologie en naslagwerk en eigenlijk de plek die dit inneemt in het curriculum en ook de behoeftes die docenten hebben. En tot slot naar de netwerken, naar de bestaande vertalersnetwerken en de behoeftes die er op dit vlak zijn. Goed, we gaan kijken naar de respons allereerst. Op deze bevraging hebben wij een responspercentage gehad van 61%. Dat zijn 46 respondenten in totaal, waarvan zich 9 buiten Europa bevinden. Namelijk in de Verenigde Staten, in Argentinië, in Zuid-Afrika, in China, Indonesië, Japan en Rusland. Nou, de rest dus binnen Europa. Dit zijn allemaal universitaire opleidingen. En meer dan de helft van de gevallen gaat het om een bachelorniveau. Dus ook een behoorlijk aantal gevallen masterniveau of postmasterniveau. En 25% van de gevallen gaat het hier om een volledige tolk- of vertaalopleiding. In de andere gevallen gaat het dus om een opleiding Nederlands, waar in bepaalde mate aandacht is voor tolken en vertalen. En dat wisselt heel erg, zoals Volkertar zei, dat loopt uit een van verschillende workshops tot een groot aanbod aan verplichte vertaalvakken. Goed, dan gaan we kijken naar het aanbod, het huidige aanbod. Allereerst, de volgende slide graag, Volkert. Ja, heel goed, dank u wel. We hebben gevraagd naar de subdisciplines die worden gedoseerd. En die hebben wij onderverdeeld in literair vertalen, professioneel vertalen, consecutief tolken, juridisch vertalen, sociaal vertalen, simultaan tolken, audiovisueel vertalen en nog een restcategorie anders. En wij hebben gevraagd op hoeveel afdelingen worden deze subdisciplines nou gedoseerd. Het is duidelijk te zien dat literair vertalen en professioneel vertalen het meest worden aangeboden. Verder zien we ook dat consecutief tolken, logischerwijs denk ik, meer wordt aangeboden dan simultaan tolken. Op 8 afdelingen wordt audiovisueel vertalen aangeboden. En ja, de categorie anders, dat gaat dan om bijvoorbeeld medisch vertalen of het vertalen van archieven. En dat komt dus niet veel voor. Nou, hebben wij gevraagd of de docenten hun aanbod zouden willen uitbreiden en zo ja,
op wat voor manier en wat ze ervoor nodig hebben. Nou, bijna alle docenten geven aan dat ze dit graag willen. En zij geven aan dat zij hiervoor meer docenten nodig hebben. Maar ja, dat is niet altijd mogelijk, geven zij ook al aan. Of simpelweg meer tijd om de bestaande vakken beter vorm te geven. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan de bijscholing van de bestaande docenten. Om hun vakken weer verder te verbeteren. En zij geven specifiek aan, daar hebben wij heel specifiek naar gevraagd voor deze bevraging. Dat zij behoefte hebben aan meer expertise of meer budget voor computerondersteund vertalen. En daar gaan we zo meteen ook nog verder naar kijken. Goed. Dan de doorstroom en de uitstroom van studenten. Wij vonden dit belangrijk om even mee te nemen, omdat we natuurlijk niet alleen willen dat er goede vertalers worden opgeleid, maar ook dat zij vervolgens echt aan de slag gaan als vertaler of tolken. Dus vandaar deze keuze. Wij hebben gevraagd naar de doorstroom naar vervolgopleidingen, maar we zien toch dat studenten vrij weinig doorstromen. In het merendeel van de gevallen ligt die doorstroom beneden de 5%. Sommige respondenten geven aan dat er wel meer doorstroom van studenten is, maar dan met een maximum van 30%. Nou, dan de ondersteuning bij het betreden van de arbeidsmarkt. Een overgrote meerderheid van de afdelingen geeft aan dat zij studenten hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld met stages of loopbaanbegeleiding. En ongeveer 25% van de afdelingen faciliteert ook contacten met het werkveld. Dus dat kan zijn tijdens de opleiding, bijvoorbeeld door tolken of vertalers uit te nodigen of door samenwerkingen aan te gaan. En anderen doen dat ook dan weer na de opleiding. Verder hebben wij gevraagd naar vraag en aanbod. Nou zijn lang niet alle afdelingen hiervan op de hoogte. Maar degene die het wel zeggen te weten, die geven aan dat er voornamelijk een tekort is aan tolken. Voor vertalers lijkt het de vraag en aanbod wel redelijk in evenwicht te zijn. Al geven sommigen aan dat er een licht tekort is. Verder is het toekomstbeeld positief. Met het toekomstbeeld bedoel ik, wij hebben gevraagd of respondenten verwachten dat het vraag en aanbod in de toekomst gelijk zal blijven. Of zal toenemen of juist zal afnemen. Maar de meesten geven aan dat zij verwachten dat het gelijk blijft of iets toeneemt. Dan de uitstroom naar de arbeidsmarkt. De overgrote meerderheid van de afdelingen is niet op de hoogte van de uitstroom van studenten naar de arbeidsmarkt. Degenen die dit wel weten geven aan dat de uitstroom klein is, zo rond of onder de 20%. En interessant is dat de meeste studenten uitstromen als gespecialiseerd vertaler, ongeacht een opleiding. Dus ook al hebben ze bijvoorbeeld literair vertalen of tolken gestudeerd, veel stromen toch uit als gespecialiseerd vertalen. Dan didactiek, de docenten. Het overgrote deel van de vertaal- en tolkdocenten is zelf filoloog en ook tolk of vertaler. Of geweest, dat kan ook. Maar ze hebben in ieder geval wel die praktische ervaring ook. En een derde geeft aan ook onderzoek te doen. Nou, een zeer ruime meerderheid van de docenten geeft aan behoefte te hebben aan verdere professionalisering. En bijvoorbeeld, ze willen dit bijvoorbeeld in de vorm van studiedagen, vertaalateliers of online cursussen. Nou, misschien komt dat door de pandemie dat we daar dan toename in zien. Verder zien we een grote interesse in bijscholing tot vertaaldocent. Maar met een kanttekening dat dit niet altijd mogelijk is vanuit de universiteit. In ieder geval is die interesse er dus wel duidelijk. En ook geven veel docenten aan dat zij behoefte hebben aan expertise of financiële ondersteuning, of allebei, voor computerondersteund vertalen. Dat is waar wij nu gaan kijken, naar de technologie. Het trainen daarvan. Goed, een kleine meerderheid van de afdelingen geeft aan dat zij studenten trainen in het gebruik van vertaalsoftware en bronnen voor tolken en of vertalen. Maar bij literair vertalen speelt dit verder geen rol.
De afdelingen die hier geen aandacht aan besteden, daarvan geven veel aan dat zij dat wel zouden willen. En de afdelingen die dit momenteel al doen, geven over het algemeen aan dat zij hier meer aandacht aan zouden willen besteden. Maar dit lukt niet altijd, want er zijn een aantal problemen. Ze geven aan dat de ondersteuning, dus de financiële ondersteuning en de expertise op het gebied van vertaaltechnologie ontoereikend is. In ieder geval bij een overgrote meerderheid. En interessant is dat de ene afdeling geeft aan dat zij wel expertise hebben op het gebied van vertaaltechnologie, maar te weinig budget. En de ander heeft dat juist andersom. De ander zegt, ja, wij hebben wel budget, maar onvoldoende expertise. Verder geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat zij behoefte hebben aan meer naslagwerken voor hun studenten. Bijvoorbeeld toegang tot corpora en de online vandaren, dat wordt ook specifiek genoemd. Dan tot slot de netwerken. Wij hebben gevraagd welke netwerken de docenten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Nou, ze geven aan dat de meest gebruikte netwerken zijn hun collega's, dus informele contacten en vertalersverenigingen. Ook hebben wij gevraagd naar in hoeverre er wordt samengewerkt met andere instellingen in eigen land, maar dat gebeurt weinig. Er zijn maar een paar instellingen die dat zeggen te doen. Verder geeft een overgrote meerderheid aan dat zij geen lid zijn van internationale vertalers- of tolkennetwerken, om op de hoogte te blijven. Degenen die dit wel zijn, die zijn dan lid van Petra 1. Nou, tot slot hebben wij nog gevraagd of er behoefte is aan een nieuw expertise-netwerk. Nou, ongeveer de helft geeft aan dat zij daar behoefte aan hebben. De wensen liggen een beetje uiteen. Het meest populaire zijn dan een netwerk op het gebied van literair vertalen of juist een netwerk specifiek voor de betreffende talencombinatie. Dat was bij deze mijn korte presentatie van de resultaten van de vertaalbevraging. Dank u wel. Goed, dankjewel Annemart. Tijd even kort voor een paar dringende vragen. We lopen nu al ietsje uit, zag ik, in de tijd dan gepland. Is er iemand die iets wil vragen over deze resultaten of over de opzet? En zo niet, dan liggen we weer helemaal op schema, geloof ik. Want dan kan ik nu mijn collega Carlijn het woord geven. Dankjewel, Annemart. Even kijken, ik moet nu even schakelen. Ja, Carlijn, mag ik jou het woord geven? En, ja. Dan kun je jezelf nog even kort voorstellen. Ja, heel kort. Ik denk, ik kan niet iedereen zien, maar ik denk dat ik de meeste van jullie wel ontmoet heb. Ik ben Carlijn Waterman, ik werk bij de Taalunie en sinds enige tijd ook aan de internationale neerlandistiek. Annemart, dank voor de interessante presentatie. Wat ik hier ga doen is even een korte opfrisser geven van ons Taalunie aanbod voor de internationale neerlandistiek. We hebben van Annemart eigenlijk heel veel behoeften en ideeën gehoord die er leven op het vlak van vertalen en vertaalonderwijs. En het is zo dat wij aan veel van die ideeën en behoeften ook vanuit ons reguliere instrumentarium mee kunnen werken. Dus vandaar een heel kort overzicht. Ik denk dat het voor veel van jullie wel bekend zal zijn. Dus ik ga er vrij snel doorheen. Er staan in de presentatie die jullie ongetwijfeld nagestuurd krijgen ook links, dus je kunt het altijd nog eens rustig nalezen. En verder is het goed om te zeggen dat ons aanbod en het aanbod van de andere instellingen die jullie straks nog gaan horen
complementair aan elkaar zijn. Dus het EOV en ook het Instituut voor de Nederlandse Taal hebben ook van alles te bieden voor het vertalen in de internationale neerlandistiek. Ik doe dit in een paar kleine hoofdstukjes, namelijk alles op het gebied van scholing, bijscholing, expertise en informatie. Daarna zal ik iets zeggen over onze financiële instrumenten. En verder zal ik nog ingaan op netwerken die er zijn en hoe we nieuwe netwerken kunnen ondersteunen. En tot slot zeg ik nog iets over onze adviesrol. Als Taalunie hebben we, zoals de meeste van jullie weten, de nodige bijscholingsmogelijkheden voor docenten. Traditioneel hadden we 3 cursussen voor docenten uit de internationale neerlandistiek, waarvan twee die heel didactisch gericht waren. En de derde was voor docent-onderzoekers. Die werd en wordt door de Universiteit Utrecht verzorgd. En daarin is vaak ook aandacht voor vertalen en het lesgeven in vertalen. Daarnaast zijn we afgelopen jaar begonnen met een wat diverser aanbod op het gebied van nascholing. Wat ook nog wat meer vraaggestuurd is. Zo zijn we begonnen met online nascholingen. Dus dan ga je online in een groep mensen, kom je elke maand samen. En ga je dieper in op thema's die bij die docenten en onderzoekers leven. En op basis daarvan kunnen ook gericht trainingen worden georganiseerd online. En dat is vorig jaar bijvoorbeeld gedaan met het lesgeven in tolken. Daar zijn twee online cursussen of trainingen over geweest, 2 avonden. En we kunnen ook op verzoek voor een thema waar veel mensen behoefte aan hebben, of meerdere mensen, een online training of cursus organiseren. Dus als je bijvoorbeeld met 10 mensen iets zou willen doen aan, we hoorden net bijvoorbeeld vertaaltechnologie, dan is dat een heel mooi onderwerp om een cursus of training over aan te vragen. Dan ook even voor studenten is er in zomercursussen ook vaak aandacht voor vertalen. En het is een specifieke stroom in de zomercursus Gent voor gevorderde studenten. Ik wijs ook graag even op een zomerschool van de European School of Literary Translation. Dat is een Europees initiatief dat voortkomt uit het Petra-netwerk, waar ik straks nog iets meer over zal vertellen. En dat is een online zomerschool die specifiek gericht is op literair vertalers die ook de ambitie hebben om les te gaan geven daarin, of die al zijn begonnen met lesgeven daarin. En deze cursus is jaarlijks in september. En er doen eigenlijk altijd wel Neerlandici aan mee. En het wordt al zeer inspirerend ervaren. En ik denk, ik kijk even naar Gea, dat er voor dit jaar nog plaats is. Dus je kunt ook op de site van het expertisecentrum kijken voor meer informatie. Ik zal het straks nog even tonen. Ik wijs ook even op het vorig jaar gepresenteerde platform Mijn Nederlands, waar je materialen vindt, maar ook verwijzingen naar scholing en de mogelijkheid om collega's te vinden die met hetzelfde onderwerp bezig zijn of die misschien een expertise hebben waar je naar op zoek bent. En tot slot hoorden we net Annemart vertellen dat er niet veel zicht is op de uitstroom van studenten naar bijvoorbeeld het vertaalvak. En jullie hebben misschien allemaal wel gehoord van een onderzoek dat we sinds een aantal jaar doen. Dat heet de veldanalyse. Dat doen we steeds in een ander land. En daarbij kijken we naar kansen, mogelijkheden, maar ook opbrengsten van de neerlandistiek in dat land. En we gaan dat instrument zijn we nu verder aan het ontwikkelen en zullen we ook online gaan plaatsen als toolkit. Dus dan
kun je straks ook vragenlijsten vinden waarmee je eigenlijk onderzoek kunt doen of bevraging kunt doen onder je alumni. Bijvoorbeeld over waar ze terecht zijn gekomen, maar ook of ze misschien bepaalde dingen in de opleiding hebben gemist die zij goed hadden kunnen gebruiken in hun verdere vertaalloopbaan. Mag ik de volgende slide, Volkert? Dan hebben we, zoals jullie weten, ook allerlei financieringsmogelijkheden. Zo hebben we onderzoeksbeurzen die vooral gericht zijn op mensen die promoveren en habiliteren, maar niet uitsluitend. En dat kan natuurlijk ook gaan om vertaalonderzoek. Een hele belangrijke in dit verband is denk ik projectfinanciering. En dat is een financiering die gericht is eigenlijk op de vernieuwing, verdere ontwikkeling, kwalitatieve vernieuwing van de neerlandistiek. En je kunt daar cofinanciering aanvragen voor onderzoeksprojecten, maar bijvoorbeeld ook voor het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes of didactische instrumenten. En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar ook instrumenten of projecten mee ontwikkelt op het gebied van vertalen. En deze financiering is ook nog beschikbaar voor culturele projecten, waarbij afdelingen worden ondersteund om de Nederlandstalige cultuur te presenteren. En dat kan natuurlijk vaak gaan over literatuur of over non-fictie of onderwerpen waar ook vertalen bij komt kijken. En verder wijs ik ook heel graag op gastdocenten, want we hebben ook in het onderzoek zien we eigenlijk dat veel van jullie het onderwijs in vertalen wel zouden willen verbreden of uitbreiden, maar dat niet altijd de expertise in huis is. En dan is het natuurlijk heel handig als je die van elders kunt halen in de persoon van een gastdocent. De afdelingen in Europa kunnen dan ook soms een beroep doen op Erasmus en CEPUS. Maar als dat niet mogelijk is, dan hebben wij ook een voorziening voor gastdocenten. En verder bleek uit het onderzoek een grote behoefte ook aan netwerken op het gebied van vertalen. We zullen daar straks ook in een van de groepen over spreken. En we hebben net een nieuwe financieringsregeling gelanceerd die bedoeld is voor het op gang brengen van thematische netwerken. Dus zoals jullie wel weten ondersteunen we traditioneel regionale platforms en netwerken in de neerlandistiek. Maar er blijkt ook wereldwijd behoefte om samen te werken rond bepaalde onderwerpen, hè, onderzoekssamenwerking of didactisch. Maar ik kan me ook zeker voorstellen dat jullie zo'n netwerk op het gebied van een soort vertalen of juist alle soorten vertalen samen zouden willen beginnen. Dus bekijk dat ook zeker. En één netwerk noemde ik net al, het Petra E-netwerk. Dat is geen specifiek neerlandistiek netwerk, maar een Europees netwerk van vertaalopleidingen en specifiek opleidingen die zich bezighouden met literair vertalen. Het is voortgekomen uit een Europees project. Er zijn dus niet alleen afdelingen neerlandistiek van lid, maar inmiddels zijn er wel heel veel leden uit de internationale neerlandistiek en er leven ook ideeën om daar een soort Nederlandstalig subnetwerk nog bij te maken onder de titel Petranet. Nou, verder is het ook goed om te noemen een heel nieuw initiatief. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van een studentennetwerk in de internationale neerlandistiek. Dus van studenten zowel uit Nederland en Vlaanderen
En ook Suriname als uit de internationale neerlandistiek. En wij verwachten dat dat een hele grote motivator zou zijn voor studenten, ook om door te gaan met de neerlandistiek. En ik kan me heel goed voorstellen dat daar ook groepen in zijn die iets met vertalen gaan doen. Nou, en tot slot, wat wij natuurlijk altijd kunnen doen is verder adviseren. Heb je nu een idee waarvan je denkt, hè, hoe kunnen we dat opzetten? Wie kunnen we daarbij betrekken? Is er misschien nog iemand met die en die kennis of expertise? Past het misschien bij een van deze regelingen? Neem vooral contact met ons op. En dan kunnen wij ook meedenken en meekijken hoe dat opgezet kan worden. En in dit, hierbij wil ik ook graag de IVN noemen, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, die ook ongelooflijk goed de internationale neerlandistiek kennen en heel goed weten wie allemaal waarmee bezig is. Dus zij kunnen ook vaak de weg wijzen naar een collega met een bepaalde kennis of expertise. Dus weet ons te vinden, zou ik zeggen. En de laatste dia is nog even een plaatje van Mijn Nederlands, het platform dat ik al een paar keer heb genoemd en dat jullie hopelijk allemaal al kennen. Goed, dankjewel Carlijn. Zometeen is het nog tijd voor vragen, maar op dit moment zou ik graag doorgaan naar de presentatie van Gea Schelhaas. Zij is directeur van het ELV. Even kijken, ik zal mijn presentatie uitzetten, Gea. Dan, als het goed is, is die van mij nu weg. Dan kun jij jouw presentatie delen. Ja, zal ik doen. Zien jullie hem? Kijken. Ja. Ja? Oh, mooi. Nou, mijn naam is dus Gea Schelhaas, directeur van het Expertise Centrum Literair Vertalen. Ik zag al heel veel, echt ook hele goede bekenden van het ELV. Dus die mensen moeten maar vergeven dat ik misschien wat bekende dingen vertel. Maar voor degenen die ons nog niet kennen, staat hier de informatie. Het is bestaat al 20 jaar, het ELV. En het is opgericht door de Taalunie destijds. Het is nu een samenwerking van 5 instellingen. De Taalunie, KU Leuven, Universiteit Utrecht en dan samen met Literatuur Vlaanderen en Nederlands Letterenfonds. Het bureau zit in Utrecht en we werken daar met 4 mensen. Het lijkt wel heel groot, maar we werken wel allemaal part-time. En verder zijn de wetenschappers betrokken, Eva Wissenburg in Utrecht en Chris van der Poel, maar dan met CH, niet te verwarren met de algemeen secretaris, bij de KU Leuven. En verder zijn er nog andere mensen betrokken, maar het is op zich een kleine groep. Even kijken hoe ik nu naar de volgende dia ga. Ja, nou, in deze presentatie wil ik even in het kort op een rijtje zetten wat de internationale neerlandistiek aan het ELV kan hebben. Er is nog meer, maar dit is even een keuze. Allereerst de module, die sommigen van jullie al goed kennen, of soms zelfs heel goed, weet ik. Het gaat over kennismaken van literair vertalen voor studenten. Dus dat is iets wat jullie zo kunnen gaan gebruiken als jullie willen. We hebben een kennisbank. Er zijn allerlei vormen van opleiding en... Nou ja, ook van ons willen we nog een keer benadrukken het netwerk wat belangrijk is. Dus allereerst die module. Hier staan ook al bekende gezichten bij waarschijnlijk. Dat is dus iets wat op de ELV-site wordt aangeboden. Gratis kan iedereen zo gebruiken. En dacht misschien wel even leuk om een hele korte teaser te laten zien. Zodat jullie een beeld hebben van wat het ongeveer inhoudt. Even een heel kort filmpje. Ik hoop dat het bij iedereen overkomt. En anders is het in ieder geval ook ondertiteld. Er is niks te horen, hè? Nee? Nee, toch niet. Nee. Even kijken. Als het niet te horen is... Oh, wacht. Dan moet ik natuurlijk even stoppen. En dan naar de volgende dia. Even kijken, hoor. Ja, het was niet te horen. Maar jullie krijgen de slide sowieso nog. En dan kan je het zelf even afspelen. Het was een soort inleiding die je ook aan je studenten kan laten zien. Om een beetje als smaakmaker.
Ik hoor nu mezelf echo. Misschien staan er nog microfoons open. In ieder geval, het idee is dus van de module dat er nieuwe vertalers nodig zijn in de toekomst. En die zitten voor een deel natuurlijk bij de internationale heerlandistiek. Dus vandaar dat wij dit hebben ontwikkeld. Het was ook duidelijk dat jullie niet allemaal de tijd en de middelen hebben om zelf daarmee aan de slag te gaan. Dus vandaar die kant-en-klare module. Studenten kunnen dus zelf filmpjes bekijken, opdrachten maken en materiaal lezen. En het zijn dus 4 delen, maar het is belangrijk te weten dat het ook in stukjes kan worden aangeboden. Of dat je zegt, nou, bekijk dit filmpje of maak deze opdrachten. Dus studenten of docenten kunnen daar zelf zien hoe ze dat gebruiken. Nou, dat heb ik hier ongeveer gezegd. En ik denk dat het ook voor docenten zelf wel leuk kan zijn om zich in het literair vertalen te verdiepen. Dus misschien ook als aanrader voor de mensen die er nu nog helemaal niets mee doen. De onderdelen kun je nalezen in de PowerPoint. Het zijn dus echt, het is gebaseerd op het framework literair vertalen. Dus er komen heel veel aspecten aan bod. Dus na afloop hebben ze wel een aardig beeld, de student. Hier hadden we een voorbeeld, zodat je op de PowerPoint kunt zien wat voor onderdelen erin zijn, wat voor soorten vragen aan bod komen. Dus ook even ter informatie, maar omwille van de tijd zal ik even wat sneller er doorheen gaan. Want iets anders wat ook relevant is, is de kennisbank van het ELV. Bijvoorbeeld het boek Alles verandert altijd. Een heel inleidend boek op het gebied van literair vertalen is daar helemaal gratis te bekijken en ook in gedeelten. Er zitten lezingen, filmpjes, maar ook bijvoorbeeld naslagwerken per taal zitten erin. Ervaringen van ervaren vertalers die zeggen hoe ze aan opdrachten zijn gekomen. Tips om te onderhandelen, het is echt heel erg breed. Dus misschien interessant om ook eens even rond te kijken. En alles is dus gewoon vrij doorzoekbaar. Even kijken, ja, over verschillende genres. Het gaat ook over financiën, ook een heel belangrijk onderwerp natuurlijk voor vertalers. En het is op allerlei manieren doorzoekbaar. Trefwoorden, je kan ook gewoon bladeren. Hier een paar webplekjes op een rijtje. Dat is ook makkelijk materiaal. 3 kwartier kunnen studenten gewoon zelfstandig bekijken. Hier zijn een paar voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen. Dan wilden we ook nog even iets meer vertellen over de vormen van opleiding die er bij het ELV zijn. Zo dus na de studie. Er zijn cursussen per taal of op het gebied van professionalisering bijvoorbeeld. Er is de EZT Summer School die Carlijn ook al heeft genoemd. Er zijn inderdaad nog wel een paar plekken over. Dan moeten mensen wel nu snel reageren. Dus mocht je belangstelling hebben, neem even contact op met het ELV. Er zijn heel belangrijk de individuele begeleidingstrajecten. Een aantal van aanwezigen is ook mentor al geweest. Dan heeft een vertaler zijn of haar eerste opdracht. En die kan via het ELV en de Letterenfonds een mentor krijgen. Of het stapje daarvoor. Als je nog geen opdracht hebt, maar wel getalenteerd bent, dan kun je een project samen met een ervaren vertaler doen. De informatie staat allemaal op onze site. Het is sowieso handig om aan te melden voor de nieuwsbrief. Dan krijg je alle informatie. En studiedagen, dat werd ook genoemd in de, wat Anne-Mart net ook al presenteerde. Er is bijvoorbeeld nu op 21 oktober een dag over literair vertalen en technologie. Meer informatie ook binnenkort op de site, maar misschien goed om alvast te weten. Het is in Antwerpen, maar het zal ook online bij te wonen zijn. Het netwerk werd door Carlijn al genoemd, het B3E-netwerk. ELV zit in allerlei verschillende netwerken en we zouden dus ook heel graag meer nog met de internationale journalistiek samenwerken op allerlei manieren. Suggesties zijn welkom. Misschien horen we zo nog wat in de groepjes en weten ons anders ook te vinden. En we hebben ook met een aantal docenten ook van die hier aanwezig zijn, bijvoorbeeld over de module vooraf overlegd. Wat zijn de behoeften? En er zijn ook presentaties al van geweest. Dus voel je welkom om contact te zoeken met het ELV. En nou, dat was het. De contact en meer verder kijken kan allemaal via de links op deze slides. Dus kijk vooral verder in de PowerPoint. Dan rond ik dit nu af. Ja, goed. Dankjewel, Gea. Yes. Zoals net al aangegeven werd, alle presentaties worden achteraf natuurlijk met u gedeeld. Dus dan kan alles nog een keer nagelezen worden. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Carole Tiberius en Boukje Verheij van het Instituut voor de Nederlandse Taal.
ik had de indruk, Carole en Boutje, dat jullie eigenlijk allebei zowel vertaler als lexicoloog zijn. Klopt dat? Bijna. Bijna, oké. Okay. Nou, ja, misschien kun je jezelf kort introduceren en dat toelichten. Dankjewel, Carole. Zal ik doen, ja. In deze presentatie zullen wij u een kijkje geven in de digitale schatkamer van de Nederlandse taal. Ik heb deze presentatie, mijn naam is Carole Tiberius en ik heb deze presentatie samen met mijn collega Boutje Verheij voorbereid. Wij werken beide op het INT, ik als computerlinguist en Boutje als taalkundige lexicograaf. Maar we hebben ook allebei een achtergrond inderdaad in vertalen. Ik doe daar op dit moment niet echt iets mee, maar Boutje werkt naast haar baan op het INT ook als literair vertaler. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is gevestigd in Leiden in een prachtig pand aan het Rapenburg. Het is een binationaal instituut. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert en beschrijft. En daarbij moet u denken aan woordenschat, terminologie, grammatica, spelling en taalvariatie. En de resulterende woordenboeken en corpora zijn ook grotendeels online te raadplegen. Dus kortom, het INT beschikt over een heleboel materialen die zeker ook voor vertalers nuttig kunnen zijn. En vandaag willen we er specifiek 3 uitlichten, namelijk onze woordenboeken, corpora en terminologie. En laten we beginnen met de woordenboeken. De wortels van het Instituut voor de Nederlandse Taal liggen in het maken van wetenschappelijke woordenboeken voor het Nederlands. In eerste instantie historische woordenboeken en op dit moment ook hedendaags Nederlandse woordenboeken. En daarnaast zijn er verschillende gespecialiseerde woordenboeken zoals vertaalwoordenboeken, dialectwoordenboeken en het etymologiewoordenboek. Woordenboeken en met name wetenschappelijke woordenboeken bevatten een zeer gedetailleerde betekenisbeschrijving van woorden en die kan met name bij complexe vertaalproblemen uitkomst bieden. In een te vertalen tekst kunt u bijvoorbeeld de woorden zolder en vliering tegenkomen en om dan die woorden correct te vertalen is het wel handig als u precies weet wanneer iets in het Nederlands een vliering wordt genoemd en wanneer iets een zolder is. In zo'n geval kan het Algemeen Nederlands Woordenboek uitkomst bieden. Naast een definitie biedt het ANW voor zelfstandige naamwoorden ook namelijk een semagram. En dat is een beschrijving van de kennis die geassocieerd wordt met een woord volgens een vast schabloon van kenmerken. En het kenmerk, onderscheid en tegenstelling is hier dan met name nuttig om vast te stellen wat noem je nu in het Nederlands een zolder en wat een vliering. De verdere verdieping van de woorden kan gevonden worden in onze historische woordenboeken die de Nederlandse woordenschat van 600 tot 1976 beschrijven. En al deze woordenboeken zijn toegankelijk via een geïntegreerd portaal. En hierin kunt u zoeken aan de hand van een modern Nederlands trefwoord. En dat wordt dan automatisch gelinkt aan de relevante artikelen binnen de verschillende woordenboeken. Het kan de oorsprong van woorden opgezocht worden. En daarvoor heeft u de etymologiebank tot uw beschikking. En als u vertaalt naar het Nederlands en op zoek bent naar een streekgebonden variant, dan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de database van de Zuid-Nederlandse dialecten. En dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de vertaling van mansarde voor zolder. Het INT beschrijft de hedendaagse woordenschat en hieronder vallen ook de nieuwe woorden. Het INT registreert voortdurend nieuwe woorden. Het kan gaan om afleidingen, samenstellingen, nieuwvormingen, ontleningen en leenvertalingen. En deze worden vastgelegd in het woordenboek van nieuwe woorden. In dit woordenboek zult u dus veelal woorden terugvinden die vaak nog niet in andere woordenboeken beschreven zijn. Zoals bijvoorbeeld het woord zooperatie, dat dateert uit 2020 en een inheems woord is. Naslagwerk dat we kort onder de aandacht willen brengen is woordcombinaties. In woordcombinaties wordt een Nederlands collocatie- en idioomwoordenboek gecombineerd met een patroonwoordenboek. En in eerste instantie wordt binnen dit project gewerkt aan de beschrijving van de werkwoorden. En van de bewerkte werkwoorden wordt dan getoond hoe ze in een voorbeeldzin worden gebruikt, met welke andere woorden ze typisch voorkomen in de combinatiemogelijkheden, dus welke subjecten en objecten typisch gebruikt worden bij analyseren. Maar vooral interessant zijn de patronen. Die geven namelijk aan hoe met het werkwoord zinnen gebouwd kunnen worden, in welke constructies het werkwoord in dit geval analyseren kan voorkomen.
En volgens ons kan dat met name nuttig zijn wanneer een bepaalde constructie tegenkomt in het Nederlands en zich afvraagt of daar een specifieke betekenis aan verbonden is. Tot slot is er de vertaalwoordenschat. Dit is een online platform waarop de woordenboeken die eind vorige eeuw en begin deze eeuw in opdracht van een speciale commissie ontwikkeld zijn, met name voor taalparen die op de commerciële markt niet spontaan aan bod kwamen. En via dit online platform worden deze bestanden nu ter beschikking gesteld. Dat voor zover de woordenboeken. Dan nu de corpora. Het INT stelt verschillende corpora online ter beschikking. Het gaat om een aantal historische corpora, zoals het Corpus Gijsseling, maar ook hedendaagse corpora, het Corpus Hedendaags Nederlands. En dit laatste is een monitorcorpus en dat betekent dat er dagelijks nieuw materiaal aan toegevoegd wordt. Het is online te raadplegen en het enige wat u nodig heeft is een Clarin login. En binnen de online interface heeft u dan verschillende zoekmogelijkheden. U kunt eenvoudig zoeken op een woord, bijvoorbeeld zolder, en dan krijgt u alle contexten met het woord zolder te zien. En vervolgens kunt u op iedere regel klikken om meer context op te vragen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld te zoeken op alle adjectieven die voor het woord zolder of een ander woord voorkomen en deze dan te groeperen in een overzichtelijk overzicht. Of het is mogelijk om te zoeken in een bepaalde subset van de teksten in het corpus, dus bijvoorbeeld op de voorkomens van zolder in teksten die uit België komen. Kortom, corpora zijn zeer handig als u in een uitgebreide verzameling teksten wilt weten en wilt kijken hoe een woord nu daadwerkelijk gebruikt wordt. Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat het INT het expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie is. En dat houdt in dat het algemene informatie over vaktaal biedt, terminologielijsten online ter beschikking stelt, richtlijnen geeft voor terminologiebeheer en ook onderdeel is van de Termraad Academy, een opleidingscentrum voor EU-terminologie. En de terminologielijsten kunt u vinden op de URL onderaan de website. Dat gaat nu, of onderaan deze slide, dat gaat nu waarschijnlijk wat snel, maar als de slides gedeeld worden, kunt u het op uw gemak nakijken. Er is echter nog veel en veel meer te vinden in de digitale schatkamer. Als u informatie wil over spelling, grammatica. En tot slot, er is voor bronnen, data en tools voor taalkundig onderzoek binnen het Nederlands taalgebied. Die zijn allemaal toegankelijk of kunnen gevonden worden op onze website voor taalmaterialen. En als u meer wilt weten over het INT, dan verwijs ik u naar onze website. En daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Hartelijk dank voor uw aandacht. Bedankt, Carole. Het blijft een overweldigend overzicht. De schatkamer van het INT. Heel mooi. Dan is er nu tijd voor vragen aan zowel Carlijn als Gea als Carole en Boukje. Zijn er mensen die iets gezien hebben waar ze meer over willen weten? Was alles al bekend? Alles was, ik zie een handje verschijnen. Marketa? Ja, ik zou graag willen vragen of de corpus hedendaags Nederlands alleen te raadplegen is met een Clarin login. Want de Slovaakse Republiek heeft helaas geen Clarin login. Omdat we geen lid zijn van Clarin. Weet je dat mogelijk even zijn, Carola? Dat is een lastige vraag en die is al vaker gesteld. Maar ja, het antwoord is voor zover ik weet op dit moment dat het dat een Clarin login nodig is. En ja, misschien dat een Clarin EU login wel kan, ook al is Slovakije geen Clarin lid. Want dat wordt vaak gezegd ook voor als iemand als individu gebruik wil maken van een Clarin resource, dan kan een Clarin EU login worden aangevraagd. Dus ik weet niet of u dat al geprobeerd heeft. Nee, nog niet. Maar, nee.
Maar ja, dat zou mijn eerste antwoord zijn. En ik zal het nogmaals bij mijn collega's aanstippen. Maar ja, we zitten met bepaalde IPR-rechten en kwesties die dat eigenlijk anders onmogelijk maken. Dus, Dankjewel. Ja, sorry. Margaretha. Ja, als ik nog even mag. Vroeger was er de website van de terminologie op taalunie.org. En daar stonden ook cursussen terminologie online. Zijn die nog ergens te vinden op de site van het expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie? Inleidend in terminologiebeheer bijvoorbeeld. Ja, we hadden aan Volkert al aangegeven dat onze collega die het expertisecentrum beheert met vakantie is, helaas. Dus wij, en ja, ik durf het antwoord hier niet op te geven, maar ik noteer de vraag en ik leg hem voor en dan komen we later bij u terug. Hartelijk dank. Goed, bedankt. Muriel, je hebt toch een vraag? Ja, ik had een vraagje voor Carlijn. Dag Carlijn. Kun je mij enkele voorbeelden geven van didactische projecten die jullie al hebben gerealiseerd? Binnen de Taalunie? Je bedoelt met projectfinanciering? Ja. Dat zijn bijvoorbeeld voor Italië zijn er echt lesboeken ontwikkeld. Voor de Italiaanse neerlandistiek op het gebied van taalverwerving en van Nederlandstalige literatuur. Er is ook een heel interessant project, maar dan moet ik eigenlijk even het woord geven aan Ingrid, collega Ingrid die er is, op het gebied van receptie van Nederlandstalige literatuur in andere landen. En daar is net een studiedag van geweest in Brussel. Misschien is het leuk om daar heel kort iets over te zeggen, Ingrid, omdat dat ook raakt aan vertalen. Volgens mij is Ingrid er vrijdag wel bij, maar niet vandaag. Oké, ik dacht dat ik er zag staan in de genodigde lijst. Maar, en daarmee is ook een hele database die het Letterenfonds heeft, met vertalingen van Nederlandstalige literatuur, is weer verrijkt met materiaal over de receptie van die literatuur. Dus dit zijn bijvoorbeeld voorbeelden van projecten die zijn geweest. Maar er zijn er veel meer. En volgens mij staan er ook op onze website. Regen. Oké, dankjewel. Martijn? Ja, ik kan daar misschien even op aanvullen. Goedemiddag, Martijn Nicolaas, ook een collega van Carlijn en Volkert. En ik heb ook de afgelopen jaren samen met Ingrid de projectfinanciering opgevolgd. En we kunnen, het is wel goed om te horen, we kunnen wel even een overzichtje maken ook van voorbeelden van projecten die we de afgelopen jaren hebben ondersteund. Dat is misschien wel waardevol om te doen. Ja. Dat kunnen we ook weer meesturen met de presentaties die nu gedaan zijn. Dus dat schrijf ik even op ook. Oké, prima. Dan kunnen we weten in welke richting we iets zouden kunnen doen. Hè? Dus, Precies. Dankjewel. Duidelijk. Margaretha? Ja, nog even een vraag. Er bestaat dus het prachtige Centrum voor Literair Vertalen, Expertisecentrum Literair Vertalen, Expertisecentrum Terminologie. Wordt er ook nagedacht over een expertisecentrum professioneel vertalen of zakelijk vertalen, of hoe noem ik dat? Of eventueel vertalen en tolken, die dan vergelijkbare kennisbank, leerlijn en dergelijke hulpmiddelen zou ontwikkelen? Wil jij daar iets op zeggen, Carlijn? Ja, ik zat net te denken aan wie is de vraag. Gedacht wel, maar ik denk wel dat het technisch vertaalveld zit wat anders in elkaar dan het literaire vertaalveld. En dat is veel breder. Er zijn allerlei organisaties en beroepsverenigingen ook actief. Dus zoiets zou sowieso niet een kopie kunnen zijn van het expertisecentrum literair vertalen zoals we dat hebben. Ik
Ik zou mij wel kunnen voorstellen dat er dit soort dingen ontwikkeld worden. Maar het expertisecentrum literair vertalen is ook eigenlijk ontstaan uit een zomercursus. En dat is steeds verder uitgebreid en aangegroeid op basis van ook de behoeften die er leven in het veld. Dus ik zou niet meteen beginnen bij zoiets als een expertisecentrum, maar eerder kijken naar hoe kunnen we nu met z'n allen invulling geven aan alle behoeften en wensen die er spelen, zonder dat we dat meteen een label geven van een expertisecentrum bijvoorbeeld. Maar goed, het is wel in algemene zin een denkrichting die vaker ook benoemd wordt. En ook in de gesprekken met het INT is dat natuurlijk wel eens benoemd. Ja. Dus het is wat mij betreft zeker iets wat ook in de subgroepen nog eens weer benoemd kan worden. En inderdaad, hoe concreet dat dan al zou kunnen worden op korte termijn of zou moeten worden, dat staat nog heel erg ter discussie, denk ik inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld het expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie biedt denk ik wel ingangen ook voor een dergelijke plek. Maar goed. Even kijken. Gelet op de tijd. Denk ik dat we even nu. Mijn collega Martijn wees mij erop. Dat we even ook een korte pauze moesten nemen. En dat lijkt me inderdaad wel goed. Om nu heel eventjes 5 minuutjes pauze te nemen. Waarna we terugkomen en op zullen delen in de subgroepen. Sluit niet de vergadering af, want dan gaat denk ik de indeling van de subgroepen weer teniet, die mijn collega Mark net heeft gemaakt. Maar zet alleen even je camera uit en je microfoon. En dan treffen we elkaar weer om 4:55. Tot zometeen. Goed. We zijn natuurlijk allemaal weer zo'n beetje terug. Ik denk, Muriel, dat de suggestie van Annika Johansson in de chat ook voor jou bedoeld was. Zij noemt 2 projecten, denk ik, die als voorbeeld kunnen dienen. Ja, dankjewel. Goed, iedereen welkom terug voor het tweede gedeelte van dit webinar. We willen nu uiteengaan in de thematische subgroepen. Ik zal eventjes wat achtergronden geven bij de subgroepen. Per subgroep wordt er een moderatie verzorgd door enerzijds iemand die of in de klankbordgroep zat van het rapport en anderzijds een taalunie-collega. Of iemand die nauw bij de taalunie betrokken is, zoals Gea. En voor vertaaltechnologie hebben we daarnaast Jo Bindels bereid gevonden om die subgroep te modereren. Joop geeft les aan Zuidhogeschool Maastricht en specifiek op het vlak van vertaaltechnologie. Even kijken, wat moet ik vertellen? Mark heeft een opdeling gemaakt op basis van de aanmeldingen. We hebben helaas niet iedereen in kunnen delen bij de eerste keuze, maar wel iedereen bij een eerste of tweede keuze. En we hebben een groep van vergelijkbare grootte geprobeerd te maken. En mocht u denken van ik zit bij didactiek, maar had eigenlijk bij netwerken willen zitten. Komende vrijdag is er een herhaling van dit webinar, dus dan is er ook nog een tweede kans natuurlijk om ook daar misschien nog een keer mee te praten. Even kijken. We gaan 35 minuten uiteen. Het is de bedoeling eigenlijk om met elkaar van gedachten te wisselen, dus over hoe zien die behoeftes op het vlak van expertise rond audiovisueel en vertaaldidactiek en technologie er eigenlijk uit? Wat is een breder gevoelde behoefte? En waar schiet het door Taalunie en INT en ELV nu al gepresenteerde aanbod nog tekort? Waarvan u zegt van ja, daar zou eigenlijk iets voor moeten worden ontwikkeld. Welke suggesties voor verbetering zijn daar?
En voor netwerkuitbouw geldt ongeveer dezelfde vraag. Hè. Dus welke behoeftes zijn er precies rondom netwerken en wat zou er eigenlijk moeten komen nog? Wat betreft audiovisueel, dat heb ik eigenlijk nog niet gezegd. We zijn zelf erg geïnteresseerd in behoeftes rond audiovisueel vertalen. Maar uit de bevraging is heel weinig informatie gekomen op dat vlak. Dus we doen met deze subgroep rondom specifiek audiovisueel nog een extra inspanning om boven tafel te krijgen ja, wat daar leeft. Of niet, maar ja, dan weten we dat ook. Maar het lijkt ons sterk dat daar geen concrete behoeftes zouden leven. Al is het maar omdat na 2 jaar pandemie er een explosie aan audiovisueel materiaal heeft plaatsgevonden. Daar zijn we ook erg benieuwd naar. Na 35 minuten komen we weer plenair terug. En zal er door de moderatoren van elk van de subgroepen even plenair kort teruggekoppeld worden over de belangrijkste inzichten. Even kijken, is dit duidelijk? Zijn er mensen die nu nog een vraag hebben over deze opzet? Vertrouwen er allemaal op dat we in de subgroepen terechtkomen en elkaar zo meteen weer zien? Goed, dan denk ik, Mark, dat je ons mag opdelen. En dan treffen we elkaar straks. Ach, weer te kort. Ja, het was te kort. Het was behoorlijk kort, ja. Te kort. Kort. Dat is altijd. Dat is eigenlijk altijd zo. Positief en negatief. Niet maar te waarden. Dat betekent ook dat er heel veel is om nog met elkaar over verder te spreken. Nou, stel je voor dat we uitgespraakt waren met elkaar. Ja, dat zou jammer zijn. Ja, toch? Goed, iedereen welkom terug. Er was even wat onduidelijkheid of er mensen verkeerd waren ingedeeld. Maar heeft iemand die ervaring gehad dat die dacht, ik zit eigenlijk niet in de goede groep? Ja, ik zat in de verkeerde groep, maar het is goed gekomen. Ah, oké. Fijn. Oké, dan wil ik graag de verschillende groepen even kort langsgaan. En om te beginnen wil ik graag vragen aan Marketa om ons even kort te vertellen wat jij besproken hebt en wat je mee kunt geven. Lieve collega's, mijn taak was het om de sessie over het netwerken te modereren. En wij hebben in deze sessie kort vastgesteld dat de afdelingen, dat de collega's die het vertalen en tolken doseren en zelf als vertalers en tolken werken in combinatie met het Nederlands lid zijn van allerlei lokale, regionale, landelijke beroepsverenigingen. En wij hebben ook gehoord van het expertisecentrum Literaire Vertalen dat er een netwerk wordt gepland voor literaire vertalers in het kader van Petra E. Onder de naam Petra NEM. Toch hebben wij op mijn voorstel vastgesteld dat het heel nuttig zou zijn om een netwerk op te zetten van Nederlandici extramuros en studenten als praktiserende vertalers en tolken die zich bezighouden met het vertalen en tolken in al zijn gezichten en subdomeinen die er bestaan. En dat eigenlijk het werk dat het expertisecentrum literair vertalen heeft geleverd tot nu toe een bijzondere inspiratie zou kunnen zijn ook voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van het technisch, professioneel of non-fictie, of hoe wij dat noemen, vertalen en voor het tolken. Want daar zien we nog een enorm gat. Wij hebben vastgesteld dat veel van de collega's die het vertalen en tolken in het technische en professionele of terminologische afgebakende domeinen praktiseren en geven, dat ze weinig theoretisch onderzoek doen naar
deze subdomeinen. En dat heeft tot gevolg dat we elkaar dan niet zien op de colloquia in specifieke sessies waar we elkaar zouden kunnen leren kennen, dat deze sector tamelijk verwaarloosd is in het onderzoek. En mijn idee is het dus om de nieuwe subsidie voor het netwerken van de Taalunie te gebruiken om een dergelijk netwerk op te zetten. En de eerste stappen of taken die zo'n netwerk zou hebben, zou het zijn om in kaart te brengen wat het profiel is van een vertaler en tolk met de combinatie van het Nederlands in zijn land. En op basis van zo'n profiel, dan een competentieprofiel van de vertalers en tolken binnen het Nederlands extramuros te formuleren. En dit als uitgangspunt nemen voor het ontwikkelen van een leerlijn, professioneel of technisch vertalen en leerlijn tolken. In al de specifieke subdomeinen die er vaak worden aangeboden op de markt. En dat is het medische, juridische, technische conferentie of sociaal tolken. En dit zouden de stappen zijn die dan zouden kunnen die een basis zouden kunnen vormen voor het later creëren van het expertisecentrum technisch vertalen of en tolken die er nog ontbreekt. Dus dit is ongeveer wat we hebben besproken. De collega's zijn enthousiast geweest over deze ideeën en bereid waren om daaraan deel te nemen aan de activiteiten. Wij hebben ook vastgesteld dat de meeste van ons die vertalen en tolken in de praktijk, dat ze heel vaak het literaire en het technische combineren of geven ze beide soorten. De meeste van ons ook het tolken als het wordt aangeboden, omdat we heel kleine afdelingen zijn. Dus een algemeen netwerk zou ons allemaal kunnen inspireren. En er zijn ook, dus die startsubsidie wordt gebruikt voor het opzetten van de netwerk, maar wij kunnen dan ook aanspraak maken op subsidies voor het organiseren van thematische sessies op colloquia, voor het uitgeven van themanummers van internationale neerlandistiek, lage landenstudies en andere tijdschriften van NEM, regionale tijdschriften. Dus het netwerk zou kunnen overleven ook na die startsubsidie, als wij het heel graag willen en actief zijn. Dus ik zou graag het woord willen geven aan Annika, want zij kon niet spreken in onze sessie. Haar microfoon kon niet aangezet worden, dus misschien heeft ze nog een aanvulling. Bedankt Marketta voor jouw mooie ideeën. Ik heb eigenlijk niks dat ik wil toevoegen. Ik vond het allemaal heel goed. Mijn scherm was helemaal zwart en het geluid stond uit. Dus ik heb helaas niets kunnen vermelden. Maar ik denk zeker dat we hebben afgesproken om elkaar tijdens het colloquium te zien. Dus dat vind ik ook zeker een goed idee. En dan meteen met een netwerk beginnen. Dus, mm-hmm. Ja, ik heb voorgesteld om elkaar een avondje te zien in Nijmegen en na te denken over een concreet projectvoorstel dat in de herfst dan voorgelegd zou kunnen worden aan de Taalunie. Recht, Lindies? Ja. Ja, mijn excuses en fijn om mijn collega Annika te zien. En ja, nee, waarom ik mijn handje even heb opgestoken was, omdat ik moet helaas binnen enkele minuten vertrekken, want mijn studenten in Zweden zitten klaar voor het examen. Dus Volkert, misschien kan ik nu kort iets zeggen over audiovisuele vertaling. Mijn excuses voor het onderbreken, maar er waren helaas verschillende technische problemen. Ja, heel boeiend in ons groepje was het heel boeiend. Ik heb een aantal dingen vernomen van projecten waar collega's in het buitenland rond werken. Maar ik merk dat toch voor velen ze nog altijd onbekend is, onbemind. Ze weten nog niet zoveel over audiovisuele vertaling. Dus er was ook sprake over een expertise-netwerk audiovisuele vertalers. Daar kunnen we het nog over hebben. Maar misschien een eerste stap zou wel zijn om misschien materiaal te ontwikkelen. En daar kan ik zeker ook een bijdrage in leveren.
op mijn Nederlands kan ik bijvoorbeeld materiaal beschikbaar maken. Hoe kan je gratis tools implementeren in de lessen? Taalvaardigheid bijvoorbeeld. Dingen die ik al gedaan heb in Stockholm. En waar ik merk dat onze studenten echt heel enthousiast over zijn. Dus dat is zeker een optie. En inderdaad ook wat daar net vermeld werd. Dus die nieuwe themafinanciering van de Taalunie. Heel goed idee, Taalunie. Daar zullen jullie zeker nog van ons iets over horen. Dus ja, ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn daar. Dus ik denk dat het zo wat was. Tenzij een van de andere deelnemers nog iets wilde toevoegen. Of Gea? Je zou eigenlijk willen dat iedereen een tijdje met de regelindes kan spreken. Want volgens mij werd iedereen nog steeds enthousiaster in het groepje. Dat onbekend maakt onbemind, maar dus dat er ook gratis tools zijn. Dat soort dingen zijn heel goed om te delen. En regelindes, wat jij heel erg benadrukte, waren ook de beroepsperspectieven. Je had ook contact met mensen op Netflix en Disney+. Dus het is voor studenten ook heel interessant en ook gewoon echt heel leuk. En voor alle vormen van vertalers is audiovisueel een verbreding of versterking. Hoor het ook veel van literair vertalers terug, dat ze daar gewoon altijd heel veel aan hebben. Bij al hun andere werk. Dus, inderdaad, bepaalde vaardigheden die je bij het audiovisuele vertalen leert, kan je dan ook bij in literair vertalen implementeren. En vice versa natuurlijk. Hè. Dus dat zeker. En inderdaad, audiovisuele vertaling is veel meer dan nasynchronisatie en ondertiteling. Je hebt ook audiobeschrijving, ondertiteling in dezelfde taal. Dus voor de doven en slechthorenden. Dat zijn allerlei vertaalmogelijkheden die zeker interessant zijn. En wat ik ook zei, die professionele mogelijkheden vanuit Netflix en Disney+, hebben we al signaal ontvangen dat zij zich zorgen maken dat er niet voldoende audiovisuele vertalers beschikbaar zullen zijn om al die content die zij willen genereren te vertalen. Dus dat is zeker iets wat we in het achterhoofd moeten houden. Dankjewel, Gea. En ik vrees dat ik er nu echt van door moet, want de studenten zijn aan het wachten. Maar goed, we zien elkaar vrijdag nog. Ja. En tot de volgende keer. Dag. Dankjewel. Dag. Misschien kan ik meteen even een bruggetje slaan ook naar de sessie over vertaaltechnologie, Joop. Namelijk dat we daar ook al gesproken hebben over gratis tools. Ja, inderdaad. Nee, ik wil alleen even heel snel terug op dat thema van net. Wij krijgen dezelfde signalen over audiovisueel vertalen. Dus dat er een tekort lijkt te zijn aan ondertitelaars. Of te komen aan ondertitelaars. Maar inderdaad, gratis tools is altijd goed. Hè? Ook veel, dat is een van de thema's die we hebben besproken in een kleine groep. Dus toegang tot gratis vertaalsoftware, CAT tools. Ik heb een paar links ook gedeeld in die sessie. De aanbieders MemoQ, MemSource en volgens mij ook Trados zelfs tegenwoordig bieden gratis educatieve licenties voor diegenen die daarmee bezig willen of moeten zijn. We zijn ook even ingegaan op het aanbod dat wij op de Vertaalacademie hebben, dus in Maastricht op dat gebied. Dus wij hebben materiaal dat we ook wel kunnen en willen delen, dus instructies over het gebruik van die tools, best wel veel toch ook wel, dus dat kunnen we ook delen. Het thema machine translation is ook even aan bod gekomen, MT literacy, de magische term werd ik bekend bij sommigen, dus het gebruik van Google Translate en andere machinevertaling oplossingen, of hoe je het ook wilt noemen, neemt heel erg toe onder studenten. En als je professionele vertalers opleidt, dan heeft dat bepaalde gevolgen. Maar ook natuurlijk in gewoon het taalonderwijs heeft dat gevolgen. Dus dat thema hebben we besproken. Dat er eigenlijk wel nood is aan meer onderzoek. Dat is een van de thema's waar ik ook mee bezig ben. Dat zijn denk ik wel de thema's die wij hebben besproken. Dus de gratis vertaalsoftware. Het materiaal dat wij al hebben over vertaaltechnologie op de Vertaalacademie, dat we graag dus delen. En het thema omgaan met machinevertalingen in het hoger onderwijs. Ja. Maar daar kan ik altijd nog dieper op ingaan als daar nu vragen over zijn trouwens.
Ik denk dat we op dit moment even met het oog op de klok daar niet dieper op in kunnen gaan, Joop. Oké, okay, dat niet. Sorry. Een hele kleine aanvulling die ik zelf nog wilde geven. Er werd gesuggereerd om bijvoorbeeld tijdens een zomercursus bijvoorbeeld in te gaan op MT Literacy of om materiaal op Mijn Nederlands aan te bieden, zoals net ook werd genoemd al. Dankjewel Joop. Dan wil ik over naar Muriel. Muriel, zou jij graag nog even willen terugkoppelen over jouw successie? Dankjewel. Dus bij ons hadden we helaas een beetje te weinig tijd, dus iedereen heeft niet aan het woord kunnen komen. Dus ik moet zeggen, het profiel van de mensen die deel hebben genomen aan de webinar was erg gevarieerd. En dus we hebben zowel personen die zich bezighouden met pedagogisch vertalen, dus het vertalen dus als een middel om een taal te leren, en ook met mensen die bezig zijn met professioneel vertaalonderwijs. Hè? Dus waar vertalen een doel op zich is. Dus, maar volgens mij, dus in beide groepen, heb ik toch opgemerkt, dus dat denk ik te hebben begrepen, dat er toch een nood is aan advies omtrent dus de aanpak van een college. Dus de didactische aanpak en ook de manier waarop een college kan worden gestructureerd. Dus inhoudelijk en dus de vormgeving van een college, zowel inhoudelijk als qua vorm, dus om het boeiend te maken. Dus uiteraard, dus dit is een beetje anders dan in het taalonderwijs. Hè? Dus de vertaaldidactiek, en dus in de vertaaldidactiek is er niet echt één methode. Dus we hebben gezien dat in het taalonderwijs hebben we dus verschillende methodes. Hè? Dus de vertaalmethode, dan de communicatieve methode en nu al die andere methodes. Dus dat heb je niet. We zien ergens wel dus de behoefte. Dus om eigenlijk een soort van studiedag te ontwikkelen misschien. Dus waar er een uitwisseling kan komen van ervaringen. Dus van de docenten. Omdat er is niet één aanpak. Dus maar de uitwisseling van ervaring op het gebied van doseren. Dus dat kan misschien via een platform. Ik weet het niet. Of ik denk, dus we hadden het over een studiedag. Dat interessant zou kunnen zijn. Dus om te gaan zien. Dus in die bij twee domeinen, pedagogisch vertalen en professioneel vertalen, dus wat er zoal kan worden gedaan in een les, in een college. Dus niet alleen tijdens één les, maar ook als we kijken dus naar een heel academiejaar. Dus de uitwisseling en dan dus de bijscholing op dit moment, heb ik begrepen dat dat zou zijn, dus de ervaringen op het gebied van die didactische aanpak. En ik weet niet, Martijn, je hebt ook heel goed geluisterd, maar misschien kun je daar... En niet iedereen is aan het woord gekomen. Er was iemand van de Universiteit van Mons. Ik ben de voornaam vergeten, maar misschien wil zij nu eventjes ook nog iets zeggen. Want zij is niet aan het woord gekomen. Ik ben nu de naam vergeten. Dat was Goedroen, ja. Hè? Maar Muriel heeft eigenlijk perfect samengevat ook wat ook onze behoefte is in ons, is eigenlijk die didactische aanpak, hoe kunnen wij het vertaalproces van onze studenten nog meer gaan systematiseren. Wij oefenen ontzettend veel, maar we hebben het gevoel wel, wij blijven maar oefenen en oefenen. Hoe kunnen we dat allemaal iets mooier stroomlijnen en structureren? En dan ook inderdaad niet alleen binnen de les, welke werkvormen kunnen we gebruiken, maar dan binnen het academiejaar. En eigenlijk, in het volledige curriculum, hoe kunnen we dat mooi opbouwen naar zichtvertaling toe, algemeen vertalen, gespecialiseerd vertalen. Dus hoe kunnen we dat allemaal mooi stroomlijnen doorheen het hele curriculum? Maar dat heb je eigenlijk allemaal perfect al samengevat. Ja, dank je. Ja, ze hebben het zelfs ook nog eventjes gehad over vertaaltechnologieën. Over DeepL en de voor- en nadelen van DeepL en hoe je dat eigenlijk kan voorkomen dat studenten al meteen die machine translation gaan gebruiken. Waarbij Franco Paris met de oplossing kwam van ik gebruik alleen pen en papier en het woordenboek. Dus daar hebben we het ook wel even over gehad. Ja, dus inderdaad. Dus er is ook ergens over de manier waarop automatisch vertalen kan worden ingezet in een les pedagogisch vertalen of gewoon... Ja, dus de pro en cons van automatisch vertalen in taalverwerving. Hè, wat je ermee kunt doen. Want je mag het niet afschaffen. Hè, je mag het niet zeggen, het is slecht, want ze gebruiken het. Maar hoe je ook dus dat automatisch vertalen kunt inzetten als instrument in je didactisch proces, in je didactiek.
Goed, interessant. Verder aanvullingen nog? Herbert heeft het gehad over teksten vergelijken bijvoorbeeld. Hè? Dus je kunt kijken naar een vertaling van een professioneel en dan een vertaling van dezelfde tekst in de machine en vergelijkingen maken. Maar dat zijn uiteraard weer inhoudelijke aspecten. Hè? Dus het gaat over de vormgeving van een college. Dus de inhoudelijke structuren of iets wat kan worden gedaan als oefening. Martijn? Ja, nog even een mededeling van een collega van mij, dat hier ook over gaat, maar niet, dat is niet genoemd in de deelsessie. Docenten, afdelingen en vertalers kunnen bij de taal en in online nascholing over didactiek van vertalen en tolken aanvragen. En voor een nascholing zijn minstens 10 deelnemers nodig en de kosten worden door de Taalunie gedragen. En je kunt je opgeven bij mijn collega Joost Sterks en ik zet dit nu meteen ook in de chat. Oké. Goed, dankjewel. Dan wil ik gaan afronden. Het is 6:02. Ik heb nog één laatste dia die ik nog even wil laten zien. Zo. Ja, goed. Nog even heel kort tot slot enkele opmerkingen over de vervolgstappen die wij willen nemen en die u kunt nemen. Dus ik wil vooral nog een keertje oproepen om verder kennis te nemen van het bestaande aanbod. De presentaties en alle informatie van vandaag worden u nagestuurd. We maken nog een overzichtje ook van de oogst uit de subgroepen, dat we ook kunnen delen met u. Ik heb nog een vraag ook of u uw contactgegevens wilt delen met ons en eigenlijk beter gezegd met elkaar. Hè. In feite heb ik de indruk dat we met deze twee webinars vandaag en vrijdag ook al een interdisciplinair netwerk vormen. Dus ja, dan kunnen we op zijn minst elkaars e-mailadres uitwisselen. Dus als u dat goed vindt, stuur dat dan naar mij of naar Carlijn. En verder, op de concrete ideeën die we net gehoord hebben, zijn er concrete ideeën of nieuwe of concrete ideeën die we net gehoord hebben? Neem verder contact op met ons, ook om de mogelijkheden te verkennen voor ondersteuning, wat er financiering, advies of contacten. Dat is eigenlijk tot slot wat ik u wil meegeven. En dan rest mij nog u hartelijk dank te zeggen. En u op een ander moment mogelijk weer te treffen. En iedereen heel erg bedankt voor de bijdrage. Ook de sprekers en de moderatoren. En de goede ideeën die voorbij gekomen zijn. En dan zien we u later weer. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Tot ziens. Dag, tot ziens. Hartelijk dank. Bedankt. Groeten. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt.